Er is geen land in Europa waar je niet gewoon kan kopen of huren. Elk land buiten Nederland kan je gewoon kopen en huren. Behalve in Nederland. Ik noem het toch een soort kruidenieren wat men doet. En ondertussen laten we de miljarden, de tientallen miljarden, de honderden miljarden, die nog steeds naar de Green Deal gaan, die in het coronafonds zitten, die richting de oorlog gaan, in de energietransitie en al die dingen meer, die gaan gewoon door. Dus we zijn eigenlijk over peanuts bezig. Het is pennywise pound foolish wat er gebeurt in dit land. Maar wie betaalt het dan allemaal? Iemand moet toch geld verdienen? Dat zijn we gewoon vergeten. We denken dat geld er altijd is. Dat geld is er niet. Ons begrotingstekort loopt steeds meer op. Ja, het geld is er niet. Wakker worden met z'n allen. Daarvoor zul je dus eerst Brussel van je moeten wegduwen. Die meekijkt, meehijgt en overal nee tegen zegt. Dus, voor mij is het heel simpel. Je moet Brussel gewoon negeren. Klaar. Als we niet rigoureus de bijl erin zetten, bijna de botte bijl erin zetten, dan lopen we gewoon richting het ravijn met z'n allen. Eigenlijk zou Urk een soort copy-paste moeten worden voor de rest van Nederland. Wij moeten Urk worden. Zo'n Gallisch dorpje bijna. Bijna een Gallisch dorpje. Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold. En welkom bij onze wekelijkse podcast over geld, goud, geopolitiek en macro-economie. Vandaag zit ik weer met financieel expert en ook voorzitter van de Woekerpolische Vereniging, commentator en ook oprichter van Grip IT, Ab Flipsen. Ab. Dag Paul. Leuk je weer te spreken. Ja, wederzijds. Bij jou op kantoor in Lelystad. Ja. Ja, dat is jouw uitnodiging geweest. Ja, we gaan graag hier deze kant op. Het leek mij wel leuk om hier een keer te zitten. Het is toch het hart van je operatie. Honderden mensen zijn hier al geweest. Hebben advies van jou gekregen over hun vermogen, veiligheid, vrijheid. Adviezen die denk ik vaak goed uitgepakt hebben. Dus mooi om dat een keer te zien ook, waar jij zetelt. Dus ja. Dank ook voor de gastvrijheid. Ook Erika natuurlijk voor de lekkere koffie. Zeker, zeker, zeker. Nee, ja. Leuk Paul dat je deze kant op komt. Ja. Dit is het kloppend hart van de organisatie. Ja. Vanaf hier doe ik alles. Run ik allerlei organisaties en veel overleg. En sinds corona doen we veel via Zoom of via Teams. Dat is natuurlijk fantastisch. En dat is gewoon heel plezier om vanaf hier te werken. En je hebt net gezien waar ik woon. Dus prachtig. Woonwerfverkeer is kort. Dus heel praktisch. Ja, en je bent nogal met wat dingen bezig. Hè? Volgend jaar word je volgens mij 70. Maar er lijkt geen sprake te zijn van afremmen. Want je bent met zoveel dingen tegelijk bezig. Natuurlijk, we hebben die Woekerpolis waar je nog steeds druk mee bent. Grip, nieuw platform waar je druk mee bent. En dan natuurlijk nog de gesprekken met klanten. Ga je online trainingen. Online trainingen. Een claim in België. Ja. Oftewel, het is gewoon te veel. Ja. En ook serieus, het is gewoon te veel. Ja. Dus we moeten echt dingen afbouwen en afstoten. Maar iets waar je mee begonnen kan je niet zomaar afstoten. Snap je? Dus je moet wel even goed nadenken. Als je iets afstoot, moet je het wel op de nette manier afstoten. Ja. We hebben best een aantal zaken hebben al gepasseerd. Hè? We hebben onze eigen klantenkring hebben afscheid van genomen vorig jaar. Dus we maken heus wel keuzes, maar uiteindelijk is het te veel. Maar het zijn ook te belangrijke zaken om zomaar los te laten. Ja. Op het moment dat je iets kan loslaten en je in de wetenschap dat het gewoon voortgaat, of dat het verder gaat en dat het niet ten koste gaat van, dan heb je geen moeite mee. Maar goed, als je nog zelf een soort middelpunt vormt en nog steeds in het centrum zit van de beweging, kan je niet zomaar weg. Ja, je voelt die verantwoordelijkheid natuurlijk heel, heel sterk. Ja, heel sterk, ja. Want je hebt ook al verteld dat je natuurlijk ook groen en geel ergert aan die hele pensioenproblematiek en wat daar nog op ons af gaat komen. Maar ik kan me voorstellen dat je dat er niet bij kan pakken nu. Onmogelijk. Ik kan op dit moment niks bijpakken. En ik weet het jeukt als ik de pensioenproblematiek zie. Een beetje copy-paste verhaal van het Woekerpolis verhaal, maar dan vele malen erger. Maar goed, er moeten maar andere mensen zich mee gaan bezighouden. Ja. Laten wij vandaag even stilstaan bij de economie in Nederland, Europa, de wereld, maar ook de politiek. Problemen die er zijn, oplossingen. Je hebt allerlei verschillende manieren waarop jij mensen helpt om een stukje financiële vrijheid te krijgen, om vermogen te beschermen. Maar laten we eerst een probleemanalyse maken. Vorige week zat je nog bij Ongehoord Nederland om ook stil te staan bij de miljoenennota, de algemene politieke beschouwingen. Als je nu terugkijkt op vorige week, wat vind je van wat ons voor wordt geschoteld als volk ten aanzien van economische groei en waar we naartoe gaan? Ja, als ik gewoon kijk wat er is besproken en over is gediscussieerd, dan hebben we het over een aantal belastingschijven die erbij komen. Dan wordt er wat gesleuteld aan de algemene heffingskorting. Dan wordt er een energiefonds opgericht. Daar gaat wat bij de kinderopvangtoeslag bij. Hier wat af, daar waarbij. Per saldo gaat er ergens tussen de 0 en de 1,3% bij. Het zijn allemaal marginale cijfers. Niemand heeft het keurig netjes uitgerekend. Ik heb het nog eens een keer nagerekend. Het is tussen 0 en 50 euro. Gaan we erop vooruit.
ja, ik noem het kruidenieren. Hè, want ondertussen, en dat heb ik ook bij On ook gezegd, gaat die inflatie gewoon door. Snap je? Dus per saldo gaat er denk ik niemand op vooruit. Er komt feitelijk op neer. En ik denk als het een beetje tegen zit, gaan we zelfs achteruit. En dan heb ik het over besteedbaar inkomen. Hè? Dus mensen kijken gewoon wat ze erbij krijgen. Ik noem dat, die krijgt er 30 euro bij. Maar je moet eigenlijk aan de andere kant wel doorrekenen. Wat gaat er af? Niet aan die 30 euro, die blijft gelijk. Maar als de kosten doorgaan van energie, kosten doorgaan van boodschappen doen. Hè? Hele simpel, basale dingen. Of je moet in één keer wegenbelasting gaan betalen voor je elektrische auto. Het zijn allemaal kosten die erbij komen. Snap je? Dus aan de ene kant komt er wat bij, aan de andere kant gaat er wat af. En ik vrees dat er meer afgaat dan bijkomt. Dus dat is natuurlijk heel schokkend. Dus ik noem het toch een soort kruidenieren wat men doet. En ondertussen laten we de miljarden, de tientallen miljarden, de honderden miljarden, die nog steeds naar de Green Deal gaan, die in het coronafonds zitten, die richting de oorlog gaan, in de energietransitie en al die dingen meer, die gaan gewoon door. Dus we zijn eigenlijk over peanuts bezig. Het is pennywise pound foolish wat er gebeurt in dit land. Je zal met grote stappen zou je de zaak moeten oplossen. En blijf je, laten we zeggen, in detail hangen, dan gaat dit niet opgelost worden. Ja, een beetje wat Baudet volgens mij ook zei, het komt weer neer op het anders inrichten van de stoeltjes op de Titanic. Maar de grote dossiers worden eigenlijk niet of te weinig aangepakt. Als je ook leest in die regeringsverklaring of in de plannen, dan mis ik ook weer compleet visie of strategie. Het is, er worden weinig stippen op de horizon gezet. Neem bijvoorbeeld dat hele toeslagensysteem wat we hebben. De meeste economen zijn het erover eens dat het veel te complex geworden is. Waardoor mensen dingen mislopen, frauderen zonder dat ze het doorhebben. Het is veel te ingewikkeld gemaakt. En dat kost natuurlijk heel veel geld om ook in stand te houden. Al die bureaucratie, al die ambtenaren om dat te monitoren. Daar moet gewoon met een kapmes in. Zodat het uiteindelijk allemaal overzichtelijker wordt en veel goedkoper. En dan kunnen we langzaam zeker die belastingen gaan verlagen. Maar zelfs de koning heeft in zijn slotakkoord aangegeven dat we niet meer regels in Nederland moeten. Nee. Dat is helder. Er moeten veel minder regels komen. En we weten inmiddels dat de helft van de ambtenaren controleert de andere helft van de ambtenaren. Dus als we dat niet stoppen, ja, dan houdt het op. De koning zegt het, zoals Draghi in het lijvige rapport van hem geeft het aan dat we kampioen regelmaken zijn in Europa. De werkgevers klagen erover. Ik als werkgever zelf, ik ben veel te veel bezig met allemaal onzintaken. Ja. Maar toch gebeurt er niks. Is het dan, waarom verandert dat niet? Ja, het verandert denk ik niet omdat misschien is de wil bij een aantal mensen wel aanwezig. Maar dan lopen ze aan tegen regels. Ze lopen aan tegen de regels. Ja. En ze durven niet van die regels af te wijken. Velen hebben ook baat bij veel regels, want het is hun werk. Een broodwinning. Ambtenaren, het is een broodwinning. Dus er zijn te veel eigen belangen die spelen. Op individueel niveau, op organisatieniveau. Elke organisatie heeft zijn eigen belang. En ik zeg het vaak, ik zeg het nu wederom, het is democratisch niet op te lossen. Je zal dus met een kapmes, wat je zegt, met een kapmes zou je doorheen moeten. Maar het woord kapmes en radicaal zijn woorden die we natuurlijk helemaal niet meer herkennen. Maar als we niet rigoureus de bijl erin zetten, bijna de botte bijl erin zetten, dan lopen we gewoon richting het ravijn met z'n allen. Dat blijf ik roepen. Ja, het is een beetje zoals Mila in Argentinië letterlijk met de kettingzagen erheen gaat. Dat, zeker. Dat is eigenlijk ons voorland misschien wel. Nou ja, als we dat niet doen, als we die kettingzaag niet pakken, lossen we het niet op. Ja. En je ziet het om je heen. Ik bedoel, ik was afgelopen weekend vier dagen motorrijden in Duitsland. En dat is prachtig land. Ik bedoel, we reden rond de Eifel en de Moezel. Dat is natuurlijk fantastisch, mooi. Dan kom je al die dorpjes rijden door. En dat is allemaal prima, schoon en netjes. En geen gekke dingen kom je tegen. Maar dan kom je in die provinciesteden. Ja, daar is de verpaupering gigantisch. Hè? Wij kunnen bijna nergens meer koffie drinken of lunchen. Veel van die tenten zijn gewoon gesloten. Ja? Dat is echt schokkend. En in die kleinere plaatsen zie je overal kappers met allochtonen erin. En over kebabtenten. Het is Duitsland verpauperd, zien de ogen. En dat niet alleen. Als je de cijfers alleen al bekijkt, wat in Duitsland aan de hand is met de ontslagrondes, dat is echt rigoureus. Ja, dus ja. Wij zijn niet in staat om het op te lossen. En je kan het wel oplossen, maar dan moet je met de botte bijl erin. En wie durft het aan te pakken? Ja, kijk, die bevolkingssamenstelling die verandert gewoon. Maar als iedereen zich gewoon netjes gedraagt en hun eigen winkeltje runt, het is allemaal proper, dan is het natuurlijk prima. Maar het is meer een algeheel gevoel van dat het achteruit gaat. En dat er te weinig vermogen wordt gegenereerd ook om het allemaal goed en netjes te houden. Het kan niet. Zelfs Eelco Heijnen, de minister van Financiën, zegt heel simpel. Als we de toestroom niet stoppen, dan gaan we gewoon maatschappelijk en financieel eraan. Dat zegt hij gewoon bij de miljoenennotenbespreking. En dat zien we toch gebeuren. En daar zijn we jaren voor gewaarschuwd. Decennia geleden voor gewaarschuwd. Hè? Een land wat ongebreidelde immigratie toelaat, wordt gewoon armer, onaangenamer en harder land. Daar zijn alle rapporten over geschreven. Ja. En ik snap best dat je die mensen op moet vangen als ze mensen in nood zijn. Maar we weten ook dat er heel veel mensen binnenkomen die niet in nood zijn. Die hebben andere redenen om hier te komen. Die zijn misschien legitiem, daar ga ik het niet over hebben.
Maar je kan het niet aan het land. We kunnen het niet aan. De woningnood in Nederland is al heel lang heel groot. Maar als we niet in staat zijn als land om te zorgen dat mensen een fatsoenlijk huis kunnen vinden. Ja, dan kom je eigenlijk in de buurt van de hiërarchie van de behoeftehiërarchie van Maslow. De tweede schijf, veiligheid en zekerheid. De Nederlandse overheid kan geen veiligheid en zekerheid bieden aan de bevolking, wie het ook zijn, om een betaalbare woning te vinden. Daar is Nederland uniek in. Er is geen land in Europa waar je niet gewoon kan kopen of huren. Elk land buiten Nederland kan je gewoon kopen en huren, behalve in Nederland. Dus Nederland is by far eigenlijk het meest ver heen. En dan hebben we het op zich denk ik nog wel financieel nog goed met z'n allen. Dat is absoluut waar. En de werkloosheid is eigenlijk miniem. Maar ja, kijk gewoon wat er in Duitsland nu gebeurt. Dus die werkloosheid is een kwestie van wachten. In Duitsland explodeert die straks. En in Nederland komt die als een golf over ons heen. Maar we zijn totaal niet voorbereid op dit hele gebeuren. Ja, normaal als Duitsland niest, dan wordt Nederland grieperig. Maar Duitsland staat op punt om te braken wellicht. Dus dan worden we helemaal ziek. Worden ziek, ja. Hartstikke ziek. Ja. En die asielcrisis, voor zover er echt sprake is van een crisis. Maar goed, dat wordt door veel mensen wel ervaren in ieder geval als een crisis. Dat is het speerpunt van het huidige kabinet. Wilders heeft bijna al zijn kroonjuwelen ingeleverd om dit in ieder geval voor elkaar te krijgen. Ik heb steeds meer het idee dat Wilders zelf ook wel ziet dat het gewoon niet gaat lukken. Maar misschien juist daarop anticipeert en eigenlijk hoopt dat straks een partij als NSC, die natuurlijk uiteen aan het vallen is, dat die straks de stekker eruit trekt. En dat Wilders dan zegt, zien we wel jongens. Je moet op mij stemmen. Ik heb meerderheid nodig. Want dan kan ik de plannen daadwerkelijk realiseren. En dan kan ik ook al die andere kroonjuwelen weer terugpakken. Zoals Nexit. Zoals oproepen tot onderhandelingen in het conflict in Oekraïne. Dus ben je het met me eens dat Wilders misschien als een meesterstrateeg probeert nu dit een beetje optrekken tot er straks valt het kabinet. En dan bij een nieuwe verkiezing als totale winnaar de meerderheid zou moeilijk worden. Maar als die 50 zetels plus, dan kan die straks met een kleine meerderheid wel zijn plannen doorvoeren. Verwacht je dat hij daarop anticipeert? Ja, ik kan niet in de binnenkamer kijken natuurlijk van Wilders. Maar op zich ja, is het wel een scenario wat heel goed zou kunnen. Ja. Dat hij hierop anticipeert. En nogmaals, kan hij al die punten kan hij terugpakken. Kijk, dit kabinet zet natuurlijk wel in niet enkel op asiel. Het kabinet zet in op wonen. Hè. Dat vind ik op zich een prima verhaal. Bestaanszekerheid en veiligheid. Hè. En veiligheid zowel nationaal als internationaal. Nou, dat zijn best vier belangrijke punten, speerpunten van dit kabinet. Want veiligheid vind ik ook een heel belangrijk issue. Als je kijkt naar de binnenlandse veiligheid, zie je dat de politie het werk niet aan kan. En er lopen 3500 veroordeelden in Nederland gewoon rond, ja, die eigenlijk in de gevangenis horen te zitten. En de internationale veiligheid is ook in het geding, omdat wij natuurlijk als land helemaal geen leger meer hebben. En we wel heel stoer doen in de wereld, waar, als we kijken richting Rusland en de Oekraïne, waarin we natuurlijk vol op het orgel spelen. Terwijl we eigenlijk hier in Nederland niks meer hebben. Nee, dus in 2 dagen zouden we zijn overlopen. Precies, ja. Dat gaf Maarten Cruijff gaf dat aan. De Duitsers kunnen dan 2 weken volhouden en Nederland 2 dagen. Maar even terug naar Wilders. Ja, ik denk dat dit wel een scenario is wat wel zou kunnen gaan gebeuren. En misschien is het ook wel de oplossing dat dit zo gaat gebeuren. Want zoals het nu gaat, denk ik niet dat het goed gaat. En Schoof zal best, denk ik wel, zijn best doen. Dat geloof ik ook wel. De intentie is niet verkeerd van al die partijen. Dat geloof ik niet. Maar je ziet gewoon dat dit land onbestuurbaar is geworden. Elk dossier wat je aanraakt, elk dossier wat je analyseert, zit volledig op slot. Ja. Dan moet die botte bijl erin. En wie dat is, maakt me niet uit, maar het moet gebeuren. Ja, maar daarvoor zul je dus eerst Brussel van je moeten wegduwen. Die meekijkt, meehijgt en overal nee tegen zegt. Dus, voor mij is het heel simpel. Je moet Brussel gewoon negeren. Klaar. Op dit moment is de nood zo hoog. Ik zie die nood, hè, laat ik zo stellen. Er zijn er heel veel die het niet zien. Een merendeel ziet het niet, maar ik zie het wel. En als we dan, ik spreek voor mezelf, als en gelukkig zijn er veel met mij die nood ook zien dat die heel hoog is. Nou, als dat moet gebeuren, ja, dan zal je die keus moeten gaan maken door tegen Brussel te zeggen, luister Brussel, begrijp je best al je regels. We hebben zelfs getekend, ja, we hebben zelfs getekend voor al die regels. Maar op dit moment is het zo'n grote chaos in Europa. Maar met name, we kijken nu even naar Nederland, die is zo groot. Wij zullen een keuze moeten gaan maken als land. Ja, dus dat betekent jullie kunnen doen en laten wat jullie willen. Maar wij gaan gewoon uitvoeren wat nodig is voor het land. Ja, dan is Nederland 1 en 2 is Europa. En natuurlijk moeten we in Europa samenwerken. Ik bedoel, anders zijn we nergens. In de wereld zijn we helemaal nergens als we niet samenwerken in Europa. Maar ieder land gaat nu zelf oplossen. En we hebben natuurlijk altijd die regels aan ons laars gelapt. Al na de start van de EU. Elk land lapte de regels aan zijn laars. En wij zijn natuurlijk altijd het braafste jongetje van de klas. Dus we moeten die regels aan onze laars lappen. En wat wil Brussel dan doen? Onze boete opleggen. Die betalen we niet. En dan sturen ze een deurwaarder. Hoe ziet dat eruit? Sturen ze een leger. Werkt niet. En ik zeg, kijk, heel simpel. Je kan Brussel kan je op een gegeven moment meekrijgen. Je kan Brussel afdwingen. Omdat Nederland een machtig land is. Als zoiets geroepen zou worden door
door België, ja, sorry voor de Belgen, maar die hebben niet zoveel invloed. Die hebben natuurlijk heus wel invloed, dat weet ik ook wel. Maar Nederland beheert wel een groot deel van die financiële pot. Hè. We hebben zoveel spaargeld en zoveel pensioengeld. Dat vormt een machtsfactor in de wereld. In Europa sowieso, maar ook in de wereld. Dus Nederland kan heel veel. Maar je zal Brussel links moeten liggen, links laten liggen en je moet je eigen keuze gaan maken. Ja, want inderdaad, wat je zegt, Maastricht-normen worden helaas gelapt, constant door allerlei landen. Dublin-regels worden niet nageleefd. Maar Nederland wil altijd maar het braafste jongetje zijn. En dan oppositie zegt van ja, maar we moeten de rechtsstaat eren. Dat begrijp ik. Je hebt een grondwet, je hebt afspraken. Zeker. En ook internationale afspraken moeten worden nagekomen. Maar daar ga je gewoon mank. Ik denk dat je die, als die internationale afspraken absoluut niet voor je werken, maar je bent niet bij macht om die te veranderen, dan zul je ze op een gegeven moment moeten negeren. Want anders is het volk de dupe. Maar dus ik ben het er met je eens. Ja. Negeer alle regels in Brussel. Ja. En wat nog wel werkt, pak je mee. En wat niet werkt, wat tegen je werkt. Wat dus de zaak blokkeert. En het is voor mij 5-12, 1-12, noem het maar op. Ja, dat is heel simpel. Dan moet je gewoon echt links laten liggen. Klaar. En in Duitsland zien we natuurlijk ook een andere electorale wind waaien. Enerzijds heb je de AfD die nu in allerlei deelstaten wint. Maar ook Sarah Wagenknecht. Met haar partij, gisteren in Brandenburg, hebben ze samen volgens mij iets van de helft van de zetels gehaald. Volgend jaar zijn er volgens mij weer nationale verkiezingen. Hoe verwacht jij? Je gaf net al zelf aan dat het economisch absoluut niet goed gaat in Duitsland. Zie jij daar een enorme verandering komen de komende jaren? Dat ze inderdaad misschien besluiten om bijvoorbeeld weer terug te gaan op kernenergie, of dat ze klimaatmaatregelen zwaar terugschroeven, of misschien zelfs gaan pleiten ook voor vredesonderhandelingen met Rusland. Zie je zo'n wind gaan waaien de komende tijd? Ja, dat gaat. Maar kijk, weet je, het is Paul, het kan geen jaren meer duren. Duitsland heeft die tijd niet meer. Ik bedoel, ik zei het vanmorgen voor ons gesprek dat er al 90.000 mensen ontslagen gaan worden bij grote bedrijven. Zo'n Tesla, een Ford, de Deutsche Bahn, dat is de Duitse spoorwegen, 30.000 mensen. Bij SAP, ruim 90.000 mensen is al ontslag aangezet. En dan heb ik nog niet eens over Volkswagen. Wat waarschijnlijk deze week bekend gemaakt hoeveel mensen eruit gaan moeten. Misschien 30.000 zou kunnen dat ze dat gaan melden. Volkswagen staat op instorten. Volkswagen is Duitsland. Hè? Bedoel, meer als BMW, meer als Mercedes. Volkswagen is Duitsland. Ja. Dat zit in de genen van de Duitsers. En er werken ontzagwekkend veel miljoen mensen of zo. Ja, klopt. Ja, ruim miljoen mensen werken daar. Ja? Met alle nevenbedrijven. Ja. En je praat niet over Volkswagen, je praat over Audi en Seat en Skoda. En zelfs Rolls-Royce hebben ze net verkocht aan de Chinezen. Dus die Duitse industrie die kraakt en die piept. Hè. De staalindustrie kan de concurrentie niet eens meer aan. Er werken ontzettend veel mensen in de staalindustrie. Duitsland is een maakland. Ja? En ze maken goede producten, dat weten we met z'n allen. Maar dat land komt gewoon tot stilstand. Ja? En we gaan het deze week horen. Ik denk, afgelopen weekend zijn er wel onderhandelingen geweest in Duitsland met Scholz en zijn regering. Minst populaire kanselier ooit. Ja, terecht. Ja. Terecht. Kijk, de energiewende is natuurlijk gewoon één grote mislukking. Hè. Ik vertelde jou dat ik door Duitsland reed afgelopen week met mijn motor. En dan rij je tussen Aken en Keulen. Heb je een groot gebied waar bruinkoolwinning is. Dat is meer dan 4.000, 5.000 hectare. Wordt er bruinkool afgegraven. Er zijn bossen gekapt. Dorpen zijn daar verdwenen. En dat is heel surrealistisch. En dan rij je daar met je motor en dan zie je dat gebied met die enorme gaten. Bruine gaten met enorme machines. Zo groot. Het zijn wel flatgebouwen. Monsters die daar die bruinkool afgaven. Het is een enorm gebied wat vol zit met stikstof. Met fijnstof. En dan zie je in datzelfde gebied zie je allerlei zonnepanelen en windenergie. Het is gewoon de gekte die je ziet. Ja. En dan zie je een aantal energiecentrales allerlei rookpluimen uitbraken. Duitsland is gewoon de weg kwijt. Hè? Ze hebben de sancties tegen Rusland. Er zijn mensen geweest. Jongens, sancties werken altijd averechts. En wij dachten Rusland op de knieën te kunnen krijgen met sancties. Maar we hebben onszelf in onze eigen poot geschoten. Ja, Rusland heeft natuurlijk is grotendeels verantwoordelijk geweest voor het ontstaan van die industrie. Bloemen van de industrie in Duitsland. Dat ze dat op de waagschaal hebben gelegd. Dat is economisch suicidaal, absoluut. De groene en de linkse helpen Europa naar de kloten. Ja. Ik bedoel, ik wil er geen politieke programma van maken. Maar het is gewoon een feit. Kijk gewoon, wie hebben dit ingezet? En dat geldt over de liberalen in Nederland. VVD heeft er ook aan meegewerkt. PvdA ook. Al die partijen hebben allemaal ingezet op de Green Deal. En het klimaat verandert. Ik bedoel, dat weet elk mens. Dat zal niemand ontkennen. Het klimaat verandert altijd, zolang de aarde En het mens heeft ook wel invloed op. Dat zegt Marcel Kroek ook. Alleen de vraag is even hoeveel. Daar is zo lastig. Nou ja, dat is ook genuanceerd. Ja. Dat zal veel minder veranderen. Dat blijkt ook te zijn. Het verandert veel minder dan de mensen aangeven. Maar los daarvan, het verandert. Altijd. Maar wat ons nekt zijn de klimaatmaatregelen. Dat is het verhaal. Ja. Niet klimaat. Ja, die kosten meer. Dus een verandering gaat ze ook gepaard gaan met kosten. Alleen die kosten die worden gemaakt voor de maatregelen. Overstijgen de kosten die gepaard gaan met verandering. Maar die analyse wordt niet gemaakt. Natuurlijk vaak met Kees de Korte. Die durven we niet te maken.
En dan hoor ik gisteravond, of lees ik gisteravond, dat 44%, afgelopen maand augustus, zijn 44% minder elektrische auto's verkocht dan augustus vorig jaar. En je ziet gewoon die hele omslag naar elektrische auto's. Als de mensen het niet pruimen, om allerlei redenen. Ja, omdat ze zeggen, van, het is nog steeds te duur. Het is niet praktisch. Maakt niet uit of je een elektrische auto rijdt of niet. Hij rijdt wel lekker hoor, elektrisch. Ja, maar ik rijd zelf hybride. Dus ik weet het. Op het moment dat ik elektrisch rijd, is het gewoon heel comfortabel. Dat weet ik wel. Maar als de mensen het niet pruimen en niet willen. Om wat voor reden ook. Hè, en we zien nu ook dat in Nederland moet je volgend jaar belasting gaan betalen. Het begint heel weinig en dat loopt op. En ik geloof in 2030 betaal je de volle MEP. Dus het werkt gewoon niet. Je kan niet iets doordrukken terwijl je daar niet voldoende onderzoek naar doet. En ik snap, je moet veranderen. Je moet niet. Ooit zijn we ook overgestapt van de stoomlocomotief naar elektrisch. Dat snap ik ook allemaal wel. Maar het gaat te snel, het gaat te hard, er wordt niet over nagedacht en het breekt ons op. Ja, de overheid die stuurt dat veel te veel. Dus dan eerst richt de overheid het beleid en dan heb je een hele industrie ontstaat dan. Omdat de industrie zich inspeelt op het beleid van de overheid, dan verandert het overheidsbeleid weer. De industrie weer over de zeik, wil dan weer extra steunmaatregelen. Zie je ook met warmtepompen nu momenteel. De overheid moet het gewoon veel meer aan ons, aan de markt overlaten, aan de samenleving. En dan ontstaan dingen vanzelf. Maar dat overmatig sturen, waar Lex Hoogten ook vaak over spreekt. Dat ze denken dat ze de samenleving als een machine kunnen aansturen met een knopje hier draaien, knopje daar draaien. Uiteindelijk leidt alleen maar tot overschotten of tekorten. En dat zien we keer op keer gebeuren. Die hele samenleving, wat jij ook al aangeeft, is op die manier onbestuurbaar geworden. Is onbestuurbaar geworden. Het is een bijna religieus gedreven missie die politici hebben. Klaar. Ja. En er zijn te weinig praktische mensen. Mensen die in het veld echt wel weten wat ze aan het doen zijn. Ik heb ooit hier een gesprek gehad met een grote bouwondernemer. En in plaats van het gesprek vroeg ik hem, hoe zou je nou de woningmarkt oplossen? En toen ging die 10 minuten los. Ik zeg, maar waarom hoor ik dit in Den Haag nooit? Ik kom niet in Den Haag. Ik heb wel contacten met het ministerie onder andere. Ik zeg, maar mijn geluid wordt niet gehoord. Ik zeg, maar jij vertelt in 10 minuten hoe wij het oplossen, de woningprobleem. Ik zeg, als dit soort mensen, en echt een grote jongen, als zulke soort mensen niet aan bod komen om hun verhaal te doen met oplossingen. Hè? Want kijk, we hebben natuurlijk de neiging met z'n allen om te klagen. Ja? Maar ik vind bij elke klacht die je doet, of elke kritiek die je hebt, moet je een oplossing hebben. Ja, snap je? Ik vind dat iedereen moet zwijgen als ze geen oplossing hebben. Dus je mag kritisch zijn op iets. Maar hou je een beetje gedijst, want denk na over de oplossing. En dat probeer ik altijd te doen. Als je ergens kritiek op hebt, is er een oplossing. Ja. En dan, maar diegenen die de kritiek hebben, die worden de mond gesnoerd. Die komen niet eens toe aan het melden van de oplossing. Nee, maar er is zoveel ruimte nog in Nederland om bij te bouwen. Dus kijk, als je op een gegeven moment, je moet denk ik als overheid, wil je beleid hebben ten aanzien van instroom en hoe je bevolkingssamenstelling misschien verandert door de jaren heen. Daar kun je beleid over maken. Maar wie er binnen die grenzen zijn, daar moet je voor zorgen. Dan moeten we zorgen dat er ook voldoende woningen zijn. En er is ruimte zat. Als je die markt wat meer vrijgeeft en bouwers initiatief geeft, ook met bestemmingsplannen wat flexibeler bent, dan zul je uiteindelijk ook vrij snel nieuwe steden zien, nieuwe wijken en zullen er genoeg woningen zijn voor iedereen. Maar dat ben ik met je eens, maar de vraag is natuurlijk voor mij ook heel simpel. Die mensen die hier dan wonen, hoe gaan die geld verdienen? Ja, volgens nog is er natuurlijk nog genoeg werkgelegenheid. Je maakt je zorgen. Ja, maar heel veel banen zijn flauwekulbanen. Ja. Als ik zie hoeveel externe mensen voor de overheid werken, is gewoon absurd. Ja. We hebben heel veel flauwekulbanen in dit land. Nee, eens. Maar als je dan de regeldruk vermindert en je maakt het makkelijker voor werkgevers ook mensen aan te nemen, dan zul je vanzelf denk ik een creativiteitsexplosie zien. En meer bedrijvigheid, meer nijverheid, meer bedrijven. En uiteindelijk is dat denk ik een betere oplossing dan inderdaad al die bullshitbanen. Zeker. Ja, en hoeveel maak je zorgen over die oorlog nu? We hebben natuurlijk een aantal brandhaarden in de wereld. Oekraïne, dat wordt elke dag heftiger lijkt wel. Ja. Ik maak mezelf heel veel zorgen over een nucleaire escalatie. Ik heb toch al dit boek gekocht, Nuclear War, van Andy Jacobs. En ik moet het nog lezen, maar dat was een tip van Marcel van Silvoud, onze journalist. Maar ook Jeffrey Sachs raadt het boek aan. Er wordt eigenlijk omschreven hoe binnen een aantal uur de hele wereld is weggevaagd. Als het straks een keer misgaat, als er per ongeluk een nucleaire raket wordt geschoten en richting Amerika, en Amerika gaat terugslaan, en dan voor je het weet zit je in een escalatie en is het klaar. En mensen hebben dan niet eens door waarschijnlijk dat het klaar is, omdat ze niet van tevoren geïnformeerd worden en het is ineens over. Nee, mensen zijn kan. En dat is wat mij betreft het ergste wat de mensheid kan overkomen en waar we ons onvoldoende bewust van zijn.
We hebben natuurlijk een paar keer gehad, al 1962 met de Cuba-crisis. Maar ook in 1983 ging het bijna een keer mis. En gelukkig hebben we dan oplettende mensen gehad die ervoor zorgden dat er niet automatisch werd geëscaleerd. Maar het door een menselijke fout, want ik denk, wat jij ook al tegen mij een keer gezegd hebt, de meeste mensen zijn niet suicidaal en ook niet de meeste leiders. Alleen hoeft maar een foutje gemaakt te worden wat een automatische keten van beslissingen kan inzetten. En het is gewoon klaar. Dan is niet meer, nee, we hebben het niet eens. Als dat escaleert, dan is dat ook niet meer te stoppen. Op het moment dat die dingen helemaal de lucht in gaan, is het niet meer te stoppen. Nee. Dan is het heel snel klaar met de aarde. Ik geloof niet dat dit gebeurt. Maar dat heeft meer te maken met mijn geloof, letterlijk met mijn geloof, dat de aarde niet vergaat door een kernwapen. Door een kernwapen, dat geloof ik niet. Maar dat is meer religieus ingezet dan praktisch. Want ik snap dat het kan gebeuren. Ik bedoel, ik ben 13 jaar beroepsmilitair geweest in de tijd van de Koude Oorlog. Dat ging alleen maar hierover. Er stonden twee partijen tegenover elkaar. Ook met voldoende kernwapens over en weer. Dat zorgde voor een balans. Kijk, en die balans in de wereld is weg. Wat dat betreft was de Koude Oorlogssituatie een heldere situatie. Het Oost en West, dat stond tegenover elkaar. We wisten waar we naartoe waren. En we bedreigden elkaar, we gromden een keer, maar we deden verder niks. En de situatie in de wereld is nu veel explosiever. Hè, omdat allerlei conflicten overal tegelijkertijd spelen. En er niet meer een twee partijen conflict is. Er zijn veel meer partijen op dit moment dan bezig. Dus het is veel complexer en veel gevaarlijker. Ik denk dat we op dit moment een van de gevaarlijkste periodes meemaken in de wereld. Maar een totale kernoorlog geloof ik niet. Wat je wel in mijn optiek zou kunnen gaan meemaken, en dat zou wel eens op korte termijn kunnen zijn, is dat er wel tactische nucleaire wapens ingezet worden. Dat kan Israël gaan doen, richting Iran of Irak of Jemen, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk minder heftig, maar het is wel voor de eerste keer na de Tweede Wereldoorlog dat er een tactische kernwapen ingezet wordt. Dat kan ook richting Nederland gebeuren. Ik heb altijd gezegd, als je de Achilleshiel van Nederland bekijkt, kom je bij Rotterdam uit, hè, waar de meeste militaire goederen binnenkomen. Brunsum, hè, waar het NAVO-hoofdkwartier zit. Je kan aan een Volkel denken. Nou, dat zou kunnen. Nederland staat denk ik wel bovenaan de lijst van de Russen. Hè. Want in Volkel staan nucleaire wapens. Nucleaire raketten. Niet raketten, maar zijn wapens op. Wapens, oké. Dus dat zijn wel hele, hele zwakke plekken in Nederland. Maar ook daar zijn we niet op berekend. Stel dat er een tactisch kernwapen zou vallen op de havens van Rotterdam. Ja, dan zal die schade zal beperkt zijn. Die is wel heel zwaar daar op dat gebied, maar wel beperkt. Maar dan krijg je te maken met fallout. Ja. Fallout is uiteindelijk de stof die vrijkomt na een explosie. Ja, heb je een zuidwestenwind, dan kan je zo'n lijn trekken. Hoe ver die fallout deze kant op komt, daar zijn we totaal niet op voorbereid. En hoeveel Patriots hebben wij in Nederland opgesteld staan? Niet opgesteld staan. Nee. Nee, is niks op. Dus momenteel er zijn wel vragen. Hè? Is Rotterdam momenteel beveiligd? Nee. Nee. Brunsum? Nee, niet beveiligd met Patriots. Niet echt. Nee, dus wat ik weet, we hebben weinig luchtafweer momenteel. Weinig? Het meeste wat we hebben in Nederland aan militair materiaal zit in de Oekraïne. Ja. We hebben feitelijk niets meer. Als je militairen spreekt en die uit school willen klappen, zeggen we hebben bijna in Nederland niets meer. Nee. Alles richten. Dus we zijn compleet kwetsbaar en blootgesteld aan. Nou ja, dat zegt Maarten Cruijff, twee dagen. Ja. Dan is het gebeurd. Maar goed, één ding. Ik heb één troost. Die Russen hebben helemaal geen behoefte aan Europa. Nee. Echt niet. Die trekken de grens niet over. Die trekken eerder de grens op. En niet de grens over. Is er bij jou een punt dat je denkt van oké, misschien moeten we wel nu Oekraïne of andere landen gaan steunen met meer wapens. Stel dat, misschien hypothetisch, want ik ben het met je eens dat het gevaar wordt overschat. Maar stel dat Rusland wel besluit de Baltische staten binnen te vallen. Is dat voor jou een teken van oké, we moeten onze bakens verzetten. We moeten wel vol steunen richting het Oostfront? Nee, maar kijk, we moeten af van die escalatie. We moeten gewoon rond de tafel. En er moet een vreemde ogen dwingen. Er moet een vreemde moet dit gaan bespreken. De huidige partijen die vol op het oog gaan richting Rusland. Ja, die worden nooit de Russen geaccepteerd aan de onderhandelingstafel. Dat zal dus een vreemde. Neutrale partij bij. Ja. Neutrale partij zou kunnen. Ja, maar goed. Ik denk ook een Trump zou daar nog een rol in kunnen spelen. Ja, want dat is natuurlijk Amerika is een van de partijen in het conflict. Dus dat. Jawel, maar Trump zit natuurlijk heel anders in dan de Democraten. Ja. En hij heeft een plan, zegt hij. Dus, nou, dat geloof ik ook wel. Ja. Dat geloof ik wel. Maar ja, je kan hier niet mee doorgaan. Ook daar moet je met de bottenbijl in. Die hele oorlog moet je met de bottenbijl oplossen. Maar niet met de bottenbijl met meer wapens. Dat heeft geen nut. Met de bottenbijl en nou is het over en uit. We stoppen ermee. Klaar. Ja. En wat is voor jou een mogelijk een conflict wat meer consequenties gaat hebben voor ons als Nederland? Wat er in Oekraïne gebeurt of de escalerende situatie in het Midden-Oosten? We hebben natuurlijk heel veel Oekraïnse vluchtelingen momenteel. En ik denk naarmate Rusland verder gaat met het optrekken, zal het betekenen, we krijgen alleen maar meer en meer. Als je ziet hoeveel Oekraïnse kentekens je op de weg ziet, het wordt alleen maar meer en meer waarschijnlijk naarmate die situatie verslechtert daar. Ja. Maar tegelijkertijd, als we straks een volledige, als Israël Libanon binnenvalt en Syrië, god weet wat allemaal meer gaat gebeuren daar, dan zou je ook heel veel
instroom, migratie ook weer vanuit die regio krijgen? Nog even los van stijgende olieprijzen. Maar wat denk je, wat gaat meer impact hebben voor ons als Nederland? Economisch, politiek, maatschappelijk, conflict in de Oekraïne of het Midden-Oosten? Maar ik geloof niet dat er een kwestie is van meer of minder. Ik denk dat het allemaal tegelijkertijd gebeurt. Dat zowel het conflict rond de Oekraïne, dat het verder escaleert. Dus dat zorgt voor die stromen die je aangeeft. Hè? Vluchtelingen die uiteindelijk deze kant op komen, steeds meer. Maar dat geldt ook voor alles wat er rond Israël gebeurt. Dat heeft zo'n impact, ook op de islamitische wereld. Is natuurlijk mega. En als Rusland of als Israël tactische kernwapens inzet richting Iran, gaat dat ook een enorme impact krijgen. Ja. Die Israëlieten zijn te overleven, klaar. Die zijn echt aan het knokken om te overleven. En ja, die gaan ook tot gaatje. Dus ja, vergeet ik nog Taiwan, hè, waar de druk ook steeds meer opgevoerd wordt. Ja. Het gebeurt eigenlijk overal, op alle fronten. Ja, en je voelt je zo machteloos, hè? Je kunt helemaal niks mee natuurlijk. Ja, ik begrijp ook dat heel veel mensen daar helemaal niks van willen weten. Hè. Het is ook heel vermoeiend. Je kan er niks aan doen. De consequenties kunnen ze niet overzien. Wil ze ook niet over nadenken. Maar het betekent natuurlijk wel voor jou als individu of als bedrijf moet je wel keuze gaan maken. Ja. Je moet rekening houden met al die scenario's die op je afkomen. En dan, ja, daar kan je nog niks doen. Hè. Bedoel, in die zin, je kan het niet veranderen. Maar je kan wel voorbereid zijn. En dat is natuurlijk alles wat ik hier aan doen ben. Zoveel mogelijk mensen voorbereiden. Dus als jij met jouw klanten praat, of het nou via Grip is of hier op kantoor in Lelystad. Als je dan kijkt naar de laatste trends. Waar zijn de meeste mensen nu het meest mee bezig? Nou, dat was in eerste instantie natuurlijk vermogen. Toen ze hier binnenstapte in 2022. Dat is wat gewijzigd. Dat maakt mensen zich nog steeds druk om. Omdat men ziet, nu is het vooral, men maakt zich niet zoveel druk om de euro en over die inflatie, want die is ergens onder controle, dat is ook weer niet, maar goed. Niet met die extreme inflatiecijfers en die energieprijzen die we toen hebben gehad. Men zit er nu veel meer op de focus, dus dat speelt nog wel als rode draad. Hè? Want men ziet wel dat men steeds harder moet werken om te overleven, zowel zaken als privé. Dat zie je, dus die discussie over het vermogen, die zorg over het vermogen is veranderd, hè? Men maakt ze druk om de emigratietax, om toenemende belastingen, regeldruk. Dus dat is de rode draad bij de ondernemers. Die zeggen, hoe lang moet ik nog blijven werken? Hoeveel harder moet ik nog blijven werken om te overleven? Dus dat is echt een zorg. Maar nu is het vooral veiligheid. Dan maken ze druk om de veiligheid. Hè? Waar wij nu maar persoonlijke veiligheid van het gezin. Veiligheid, maar ook internationaal gezien. En natuurlijk de soevereiniteit. Men ziet ook de regels vanuit Brussel natuurlijk ook toenemen. Men verliest steeds meer. Men heeft het idee dat men steeds meer de vrijheid verliest. Dus eigenlijk blijven die drie V's bestaan. Alleen het verschuift wat. En migratie wordt ook steeds meer een onderwerp. Toch? Migratie speelt natuurlijk nu een grote rol. Dat is voor mij al heel lang. Het speelt een grote rol. Maar mensen zien nu ook wat de conflicten zijn. Iedere dag worden de mensen overhoop gestoken. Ja, noem maar op. Men ziet dus wat al heel lang aan de gang is. Gaan steeds meer mensen zien. En ze weten niet wat vandaan komt. Ze weten niet hoe het opgelost moet worden. Maar ze zien het wel. Vind ik wel leuk om aan de kijker even te vragen. Denk je zelf wel eens na over verhuizen naar een ander land, omdat je zorgen maakt over de situatie hier in Nederland? Laat even weten in de comments wat jouw plan B-land is. Gewoon om eens te kijken van naar onze kijkers. Waar kijken die naar? Welke landen vinden ze interessant? Laat even weten in de comments. En geef ook gelijk even een like aan de video. En delen met vrienden en familie. Daar worden we altijd blij van. Dus veiligheid is een ding. En qua vermogen. Jij roept natuurlijk al heel lang naar je klanten toe van koop goud. Nou ja, daar zijn we natuurlijk ook voorstander van. Maar dit jaar 25% stijging alleen al. Krijg je al klanten die zeggen, joh, het is wel heel erg hard gestegen. Moeten we misschien ermee stoppen? Of? Ja, er zijn een aantal mensen bij die zeggen van, ja, moet ik nu afscheid nemen? Of andere vragen die krijgen, moet ik nu goud kopen of edelmetaal kopen? Omdat die prijs zo hoog is. Nou, dan kan de standaard antwoord, je moet zorgen dat je het hebt. Ja. Ja, maakt niet uit hoe hoog de prijs is, je moet zorgen dat je het hebt. He, want alle adviezen, als je kijkt over voorbereid zijn, speelt goud altijd een rol. Altijd geweest, dat weet ik wel. Maar die groep wordt wel groter. Dus het gaat nooit om de prijs. Dat is helemaal niet belangrijk. Het gaat meer om dat je het in bezit hebt. Klaar. Dat is essentieel. En daarnaast, ja, ik denk dat je gewoon ook voorbereid moet zijn op onverwachte gebeurtenissen. Hè? Ik bedoel, ik zet de focus op meer. Ben jij voorbereid als je eens een aantal uren of dagen geen internet hebt? Heb je een idee hoe je dan moet functioneren, jouw bedrijf? Heb je een idee wat er gebeurt op het moment dat er 12 uur de stroom uitvalt? Of 36 uur? Weet je wat dat voor impact heeft? Voor jouw bedrijf, voor je privé, voor je eten en je drinken? Weet je dat er geen water meer uit de kraan komt? Ja. Mensen zijn totaal niet meer voorbereid. Helemaal niets. Dat is wel het grote verschil, denk ik, met het Westen. En zeker in Nederland. Ja. Met bijvoorbeeld landen als Zuid-Europa en ook Oost-Europa. Daar zijn de mensen nog gewend om te functioneren en te werken en te leven. Met minder goede infrastructuur.
Ja. Of ze kennen uit het verleden gewoon periodes dat het gewoon heel slecht was. Natuurlijk meer gartaalgeld, vaak een moestuintje, gewoon van die simpele dingetjes. Hele simpele dingen, hele basale dingen, die zijn we in Nederland helemaal kwijt. Ja. Niet overal, heel veel plekken in Nederland gelukkig nog wel. Maar vooral de grote steden zijn natuurlijk totaal onvoorbereid. Die zullen ook snelst in totale chaos veranderen op het moment dat er echt shit uitbreekt. Nou, je gaf dit artikel net aan, wat vorige week in de Telegraaf stond. Keer op keer zien we nu dat er wordt opgeroepen tot preppen feitelijk. Of het nou legerleiding is, of de koning roept ook op tot meer weerbaarheid. Hierin wordt ook genoemd dat steeds meer mensen inderdaad waterfilters kopen, goud kopen. Het is wel een trend dat steeds meer ook instituten, Nibud, andere partijen zeggen van jongens, Nederlanders, die zijn te kwetsbaar. Je kan niet goed genoeg voor jezelf zorgen. Absoluut. Ja. Ja, het is de boodschap, dit is een herhaling van de boodschap. Je kan heel lang roepen, klaar. En gelukkig kan je heel veel mensen mee helpen en dat doen we ook. Ja, de massa is nog steeds niet voorbereid. Kijk, we hebben bijvoorbeeld veel contact met Mark van Buren. Een ondernemer die heeft zijn bedrijf wordt verkocht. En die heeft een compleet complex in de buurt van Gouda heeft die gekocht. Daar is hij 15 jaar mee bezig. Daar wonen een aantal gezinnen wonen daar. En die leven niet als een soort kluisnaars, verre van dat. Ze functioneren volledig in de samenleving. Zijn gezinsleden werken ook, hebben allerlei banen, prachtige banen allemaal. Alleen ze zijn helemaal autonoom, echt soeverein. Dat betekent ze hebben hun financiën helemaal op orde. Ze hebben diverse bankrekeningen over de hele wereld. Ze hebben natuurlijk een bekende voorraden met edelmetaal. Maar ze zijn ook helemaal autonoom als het gaat over eigen watervoorziening, energievoorziening. Ze hebben zijn eigen moestuin. Ze hebben hun eigen vee. Alles geregeld. Dus dat is buitengewoon interessant hoe je ziet dat zij een keuze hebben gemaakt. Hoe kunnen wij in de samenleving functioneren zonder van de samenleving te zijn. Dus zij staan in de samenleving, zijn niet van de samenleving. Ze staan zo ver mogelijk af van die samenleving als het gaat over zelfvoorzienend zijn. En dat is interessant. Hè? Dan zie je dat alle componenten aanwezig zijn. Dat is dus energie, dat is financiën, dat is veiligheid. Dat is allemaal tot in perfectie geregeld. En datzelfde concept hebben ze in België. Ze hebben in België een ander complex waar ze dat hebben geregeld. Dus ze kunnen wijze van spreken van A, noem ik het even Nederland, naar B. Maar zij zetten in op A. Ze zeggen, wij wonen hier, we werken hier. Het is ons land, dat gaan we ook niet zomaar loslaten. En dat vind ik wel boeiend, want ik merk... Ja, dat vind ik mooi, ja. Ja, ik spreek heel veel mensen die ook wel nadenken. Hè? Mijn plan B altijd, hè? Buitenland en ergens in Europa. Plan C is dan verder weg als Europa. Maar laten we gewoon nuchter zijn. Veel mensen willen gewoon helemaal niet weg. Ze denken er wel over na, eventueel als een soort een second home of zo, snap je? Allemaal prima. Een huisje in het buitenland, leuk om eventueel heen te gaan of te verhuren, allemaal best. Maar de stap zetten, het land uit, is een enorm grote stap. Ja, het is ook geen panacee. Het is niet zo dat in het buitenland, ik ken ook heel veel ondernemers en mensen die uiteindelijk toch gewoon iemand buitenland, weer al die Nederlanders op gaan zoeken, zit er ook wel in zekere zin een soort van verloren voelen. Want dit is wel de basis. Hier heb je van je familie, je vrienden, heb je opgegroeid. Het land is ook fantastisch mooi. Ik zit hier bij jou natuurlijk aan het water hier. Fantastisch. Geweldig. Mooi land. Mooi land. Dat opgeven is ook zonde. En kijk, als we allemaal naar die kleine communities gaan, dan voor het weet zit je straks in een soort van bijna middeleeuwse situatie met allemaal burgjes. En het is wel fijn als je nog steeds bent ingebed in de nationale structuur en ook de mondiale structuur. Want we hebben elkaar wereldwijd ook nodig. Arbeidsspecialisatie. We kunnen niet zonder elkaar. Je kan niet alles zelf gaan maken. Dus laten we wel dat mooie proberen te behouden van een wereldwijde samenleving. Maar tegelijkertijd die weerbaarheid verhogen. Zeker als het nog slechter gaat de komende tijd. Dat je wel voor jezelf, voor je familie, voor je vrienden kan zorgen. Ja, daar begint het mee. Hè? Ja. Ik bedoel, het is een soort steen in de vijver. Je zorgt eerst voor je eigen omgeving. Dat is heel normaal. En dan ga je kijken of je meer mensen kan helpen daarmee. Ja. Kijk, ik zet nog vol in op Nederland. We hebben dus recent nog, 2 weken geleden hebben wij een bedrijf gekocht als Holland Gold, Amsterdam Gold. Gefeliciteerd nog wel. Dankjewel. Een van de concurrenten. Mooi bedrijf om ook gewoon verder te groeien in Nederland. Om nog betere diensten te kunnen bieden. Dus we zetten gewoon nog vol in op Nederland, op Benelux. Maar ik begrijp het goed als mensen het land verlaten. Hè? En ik vind het ook alweer zonde als we straks alle goede mensen verliezen. Doen een beetje denken aan Ayn Rand, dat boek. Zeker. Atlas Shrugged, waarbij alle creatieve ondernemers zich die terugtrekken. Geld verdwijnt, ja. Agentie verdwijnt, ondernemerszin verdwijnt. Het leven is gevaarlijk. En dan heb je die taart die moet worden verdeeld. Die taart wordt kleiner en kleiner en kleiner. Dus je ziet uiteindelijk wat er dan gebeurt is dat de samenleving natuurlijk implodeert. En dan krijg je natuurlijk een land wat totaal geen sociaal stelsel meer heeft. De verzorgingsstaat is gewoon weg. En dat is ook datgene waar de wetenschappers al heel lang voor waarschuwen. Luister eens, als wij zo doorgaan op deze manier, dan verdwijnt de verzorgingsstaat. En dat zijn we heel gewend. Ik bedoel, op het moment dat jij geen baan meer hebt, dan krijg je een WW-uitkering. Gaat dat niet, ga je naar de bijstand, snap je? Men verwacht dat de overheid overal voor klaarstaat. Ja. Maar die overheid kan dit helemaal niet meer handelen. Nee.
kan het ook straks niet meer betalen. Hè? Ik bedoel, al die mensen die hier binnenkomen, ik vind het allemaal prima. Maar die moeten allemaal gezondheidszorg. Ik bedoel, ik kom af en toe wel eens een keer in een hospitaal, een ziekenhuis. Als je ziet dat in die wachtkamers allemaal zit. Jongens, dat moet allemaal betaald worden. En die mensen hebben geen baan. Klaar. Dat is heel simpel zat. Mensen moeten straks allemaal pensioen. Ja, wie betaalt dat? Ik bedoel, even terug naar de basis, jongens. Wie gaat dit allemaal betalen? Er zullen mensen ook geld moeten verdienen. Kijk, zei ja, al die grote bedrijven in Duitsland die verdwijnen. Maar wie betaalt het dan allemaal? Iemand moet toch geld verdienen? Dat zijn we gewoon vergeten. We denken dat geld er altijd is. Dat geld is er niet. Ons begrotingstekort loopt steeds meer op. Ja, het geld is er niet. Wakker worden met z'n allen. En, maar, en wat er nog wel aan geld is, zit ook bijvoorbeeld in die pensioenen. Die 1600 miljard. Ja, dat is natuurlijk gewoon een honingpot. Die gaat een keer worden leeggeroofd. Dat kan niet anders. Ja, dat geld is al feiten niet meer van ons. Ik bedoel, dat staat al ergens anders. Hè? Bedoel, bij BlackRock en noem maar op. Natuurlijk, bij de Vanguard. Daar staat het geld. Dus ja, ik heb al gezegd, dat is ons geld. Ja, dat, in theorie is dat ons geld. Ik bedoel, even terug naar spaargeld. Pensioengeld is voor veel mensen abstract. Maar je hebt wel samen met je werkgever heel veel gespaard. Ja? En je hoopt met je pensioen hoop je daarvan te kunnen genieten. Maar dat geld staat nauwelijks meer in Nederland. Ja? Dat staat elders. En dat geld wordt gebruikt als een soort hefboom in de wereld om aan te tonen hoe sterk Nederland is. Hè? Want we hebben die pot wel is van Nederland, ja, is van de werknemers. Dat is feitelijk het verhaal. Maar als dat geld niet meer in onze handen is, in ons bezit is, dan is wel de vraag, is dat dan wel ons geld? Want je schermt wel als land met 1600 miljard in zo'n pot. Ja. Maar we praten eigenlijk niet over de mensen die dat geld beheren, want ze hebben niets over dat geld te vertellen. Hetzelfde met ons spaargeld, dus 480 miljard spaargeld. Ja, maar dat is niet dat geld. Dat is 10 keer uitgeleend. Ja, je weet, 90% van eigendom is bezit. Hè? Dus als je het niet echt bezit, je kunt er niet bij, dan is het eigenlijk ook niet echt van jou. En als het inderdaad met één pennenstreek of één druk op de knop, ja, zoals we dat in Griekenland en Cyprus zagen, kan worden geblokkeerd. Absoluut. En confiscatie is natuurlijk iets waar je het al heel vaak over gehad hebt. Noodwet, financieel verkeer, al dat soort zaken kunnen natuurlijk worden geactiveerd als het echt de verkeerde kant op gaat. Kijk, in Cyprus hebben we natuurlijk meegemaakt in 2013 dat de banken failliet gingen. Maar het vervelende was, dat depositogarantiestelsel wat er ook was in Cyprus, dat werkte niet meer, want de staat ging ook failliet. Ja. Dat ze geholpen zijn door internationale instituten als IMF en zo en de Wereldbank, is een ander verhaal. Maar het land ging onderuit, klaar. Ja. En ja, mensen denken alles dat dat er gewoon allemaal is en dat allemaal vanzelf komt. Nou, het komt niet vanzelf en het is er ook niet. Of voor een deel. Duidelijk. Hey, om af te sluiten, Alp. Ik weet dat je ook nog met een evenement bezig bent voor ondernemende mensen, ondernemers op Urk. Natuurlijk van oudsher een plek waar veel nijverheid is en waar hardwerkende mensen proberen het hoofd boven water te houden, letterlijk. Wat voor events heb je? Nou, wij organiseren met GRIP, grip.it, organiseren wij een tweede Radically Ready diner. Dat doen wij op Urk op 15 november. Het thema is over grenzen. En daar bedoelen we niet mee dat wij iedereen de grens over willen. Maar je kan ook over grenzen gaan, over eigen grenzen gaan. En dus ook over grenzen gaan is een veel ruimer begrip dan enkel maar het land verlaten. Dat thema, dat is echt een thema wat ons na aan het hart ligt. Deze week maken we bekend hoe het evenement eruit komt te zien. Er komt een pagina te staan op grip.it. Daar kan je inschrijven voor het evenement. We hebben ruimte voor 250 mensen. Ja, het is een diner. Er komen interessante sprekers. En het is een beetje herhaling van Zaandam. Alleen met andere sprekers. En dan zullen we ons ook absoluut concentreren op plan A. He, dus we gaan plan B en C gaan we niet wegschuiven. Want dat is een onderdeel van. Maar we gaan het vooral ook hebben over, hoe overleef je nou in dit land? Ja, gewoon mouw op stroop. Slim omgaan met regels. Niet weglopen. Kijk wat je kan doen. Wat je samen kan doen. Ja, en ja, wij merken toch dat er echt behoefte aan is aan zulke soort bijeenkomsten. Dus wij zien daar absoluut heil in. En ik zit er zelf ook op volop. Ik wil gewoon dat we niet weg. Als je weggaat, is het prima. Dat is een keus, een bewuste keus. Maar mensen moeten niet gedwongen weggaan uit angst. Nee. Angst is een slechte raadgever. Dus dat vind ik zorg ook zo. En ik begrijp al de mensen die keuze hebben gemaakt. Dat begrijp ik ook. Maar als we met z'n allen opstappen in dit land, hebben we echt een probleem. Ja, dus we moeten proberen, hoe kunnen we nu die dingen veranderen in ons land? En ik denk dat er mogelijkheden zijn. Dus daar gaan we volop inzetten. Dat doen we met Krip. Krip is überhaupt, zijn we aan het omturnen. We hebben 6 aandeelhouders en er zijn er 2 weg. Hè. Anna en Lester, die zitten in Paraguay. Die hebben het drukker dan ooit. Dus dat loopt ook heel goed. Hè? Ja. Dat loopt heel goed. Dus die hebben zich teruggetrokken. Dus ze zijn met 2 nieuwe aandeelhouders in gesprek. We gaan ook een heel nieuw platform bouwen. Dus we zijn echt heel druk met Krip achter schermen om Krip 2.0 in de markt te zetten. En ik denk dat 15 november een mooie start is op Urk. Een Noesvolk, Nijvervolk.
Eigenwijs zijn ze. Eigen gereid. Ja. Als je het over... Als het ergens kan, is het daar. Nou, als je het over zelfredzaamheid hebt... Ja. En mensen die autonoom zijn en soeverein... Ja. Kom op Urk. Simpel zat. Ja. Kom niet aan die Urkers. Dat is heel simpel. Eigenlijk zou Urk een soort copy-paste moeten worden... voor de rest van Nederland. Wij moeten Urk worden. Zo'n Gallisch dorpje bijna. Bijna Gallisch dorpje. Klopt precies. Ja. Jongens, hier staan we voor. Ja, daar gaan we voor. We laten ons niet aan de kant drukken. Niks. Maar we hebben de know-how. We hebben de ballen. Ja, dat is ook nog het verhaal bij dat dorp. Ze hebben de ballen en ze gaan het ook doen. Dus dat is eigenlijk een bewuste keuze. Maar die vissersvloot hebben ze natuurlijk grotendeels uiteindelijk wel moeten opgeven. Natuurlijk. Ja, die hebben staan onder immense druk staan. Ja. En ze passen zich ook zoveel mogelijk aan. Maar bij Urkers, en dat geldt nog van een aantal groepen in Nederland, moet je niet de grens overgaan. En ik denk dat dat nu gebeurt in West-Europa met name, ook Nederland zeker voorop, gaan we de grens over. En dat kon wel eens heel vervelend worden. Want de koning zegt ook niet voor niks. Geef het in zijn troonrede, heeft het over kribbig. Hij zegt, de Nederlanders zijn kribbig. Omdat ze geen goede huizen kunnen vinden. Geen goede inkomens hebben. Dus Nederlands worden kribbig. Nou, ik ga nog iets verder. Dat zijn ze al heel lang kribbig, beste koning. Nederlands worden zelfs boos. En ik vind het wel lastig dat de koning dit meldt. Ik vind het mooi dat hij het zegt. Maar het voelt wel een beetje dubbel. Want hij laat zijn eigen huis, Huis Den Bosch, laat hij verbouwen voor 60 miljoen. En dan incasseert 8 miljoen en geeft een belastingvrij samen met Maxima. En dan ga je de Nederlands toespreken dat ze geen woonruimte kunnen vinden. Ja, daarom kan ik ook niet meer naar luisteren. Ja. Al jarenlang heb ik zoiets van, joh, genokken met het Koningshuis. En iedere keer als ik weer dan dit toneelstukje zie, dan word ik niet eens meer kribbig. Word ik bijna cynisch. Ja, cynisch. Ik word er heel boos op. Ja. Maar goed, dat gaan we dus met krib doen. En dat, nogmaals, krib is niks anders voor mij als het overdoen van al mijn know-how en al mijn kennis en mijn netwerken. Dat wordt allemaal in krib gestopt. Dat gaan we fine-tunen. Dus daar heb ik echt heel veel zin in om te doen. Ja, en daarnaast blijf ik gewoon hier mijn dingen doen. Ik bedoel, ik ontvang nog steeds mensen. Als er een gaatje in de agenda is, dan komen de mensen. Erika doet het allemaal keurig netjes afwikkelen. We gaan door met online trainingen. Dat heb ik gemerkt, dat heeft heel veel mensen geholpen. Heel veel mensen hebben echt gebruik gemaakt van die training van Survival Our System. We hebben nu een training opgenomen, slimmer sparen. Waarom? Dat is niet zo ingewikkeld. Ik krijg heel veel vragen over sparen. En denk je, ja, maar sparen is ontzettend suf. Wat is nou sparen? Ja, nou, dan maken we toch wel een beetje druk om dat sparen in Nederland. We krijgen sowieso veel te weinig rente. Hè? Dat weten we ook met z'n allen. Hè? Want de Europese beleidsrente is gedaald aan 3,5%. Dus, maar je mag blij zijn met 1,5% op... Ik bedoel, we hebben in Nederland 480 miljard spaar gehad. Ik heb het net volgens mij al even gezegd. En er staat 430 miljard bij de grootbanken. Dat irriteert me mateloos. Ik zie wat er in België is gebeurd met de spaarbonds. Hè? Dat vond ik wel heel grappig. In België is de rente ook veel te laag door de grootbanken. Want als we even terug naar Nederland, we hebben 480 miljard spaargeld, 430 miljard bij de grootbanken. En de grootbanken zijn voor mij Rabo, ABN AMRO, ING en de Volksbank. Ja. Daaronder valt SNS en Regiobank geloof ik en ASN. Daar staat dus 430 miljard. En die banken, die krijg je niet in beweging om hoge rentes te gaan vergoeden. De ACM is daar volop mee bezig. Zoekt veel de pers op, maar die banken kan je niet dwingen. Want mensen accepteren 1,5% gemiddeld, ja. Maar je kan die andere 50 miljard die uitstaat in Nederland, hè, dus nog 50 miljard over, dat staat bij een aantal Nederlandse banken die richting 2,5, 3,5% geven. Veel buitenlandse banken. Dus ik zou het wel heel mooi vinden om met die cursus slimmer sparen, dat eens een keer heel goed te duiden. Ik krijg veel vragen over deposito garantiestelsel, hoe het precies zit. Ja, mensen doen nog een beetje ijsgevend achterhoofd. Hè? Dus natuurlijk. Ik denk dat mensen, mijn pa bijvoorbeeld, die heeft het ook weggezet voor 7,5%. En uiteindelijk heeft hij... Heeft hij er toch wel pijn van gehad? Oh, is het alleen maar die onzekerheid dat je dan dagen op je geld moet wachten? Dus ik begrijp net zo wel. Dirk Scheringhamse Bank, ja, zien we dat ook. Maar je kan dus op een vrij simpele manier, kan je gewoon eigenlijk met een druk op de knop, kan je hogere rentes krijgen. Ook bij banken die vallen onder depositogarantiestelsel. Er zijn hele goede, gezonde banken bij, solvabele banken bij. Dus dat is wel een beetje, dat is wel mijn uitdaging om te kijken hoe kunnen we een deel van dat spaargeld weghalen bij die grootbanken. Hoe kunnen we mensen helpen? Het zijn meer de traditionele spaarders. Hoe kunnen we ze helpen om naar een slimmere manier van sparen te gaan? Ik ben ooit op mijn 26e ben ik overgestapt naar Robeco. Ja, toen keek ik ook in Nederland rond. Toen had je niet zoveel keuze. Toen kwam Robeco op de markt. Veel mensen, de ouderen weten het nog wel. Die kwam met een hele spectaculaire rente. Die hebben heel lang bestaan. En toen ontdekte ik, je kan dus veel meer rente krijgen als de rente toen van de bekende banken. En ik heb sinds die tijd altijd bij banken gezeten met een veel hogere rente. Ja. Minimaal 50%. Tegenwoordig zelfs het dubbele. Dus daar ligt wel een hele uitdaging. En ik denk dat als wij op die manier de mensen kunnen helpen met zo'n training slimmer sparen, dan kan een deel van het geld weg. Want ik heb in België, ik ben natuurlijk actief in België met Arco Claim. Daar heb ik het ook zien gebeuren. Daar zijn de banken ook heel star met de rente.
En daar heeft de Belgische overheid een slimme truc uit bedacht. Die hebben een spaarbond uitgeschreven vorig jaar. Een soort obligatie van een jaar. Die lag ver boven de rentes van de grootbanken in België. Banken hebben daar niet of nauwelijks op gereageerd. Tot de laatste maand. Hè. Toen kwam die spaarbond vrij. Ik geloof dat 500.000 Belgen hebben 22 miljard ingelegd. En toen kwam dat spaargeld kwam vrij. En nu in één keer hebben alle grootbanken in België gezegd, je kan bij ons ook de rentes krijgen. Dus in één keer kan het wel. Ja. Het zou mooi wezen als zo'n training de banken dwingt, als heel veel geld verdwijnt, naar de andere banken toe. Nou, je hebt laten zien op in het verleden dat jij ook verzekeraars op hun knieën hebt gekregen. Dus ik ga ervan uit dat jij die banken ook wel, dat je misschien dat, die, nou ja, om te zeggen dat je die oligopolie van banken gaat breken, dat is wat overdreven. Maar dat je die banken in ieder geval laat inzien dat ze de spaarder meer verdient. Dat zou fijn zijn. Nou, top, Ab. Goed om je weer te spreken. Leuk om dat hier in Lelystad te doen. En ik adviseer mensen toch ook de komende tijd vooral door te gaan met je te volgen. En ook af te spreken met je. Je spreekt regelmatig op events. Ja. Ik vond het in ieder geval heel leuk om weer met je te spreken. Graag gedaan, Paul. En kijker, als je het ook leuk vond, laat het even weten in de comments. Laat ook weten wie je nog meer voor de camera wil hebben. Wat je van de video vindt. En Ab, kijk er naar uit om het over een paar maanden weer met je te doen. Hoi, Paul. Hoi, bedankt. Dank je.